Je luistert naar een podcast van Waterschap Noorderzijlvest. Ik denk eerst heel, ja, heel raar. Ik dacht, wat is dat hier schoon? Koper gepoetst en. Ja, nou, waar kom je nou terecht? Maar ja, goed, dat leren ze je wel, hoor. Het is ook wel zo, als je eenmaal de zaak schoon hebt en mooi gewerkt heeft en mooi gepoetst heeft, en dan heb je er ook, ja, dat geeft je ook een kick. Mijn vier motoren en pompen worden regelmatig gepoetst en krijgen een drupje olie. Ik moet schoon zijn en stralen, want ik ben de trots van het waterschap, altijd al geweest. En ik vind het ook wel mooi als ze dan zeggen van, nou ja, het ziet er ook altijd wel netjes uit. Dat je dat toch weer kunt laten zien zonder dat je in één keer een extra inspanning moet doen, maar dat we dat altijd al voor elkaar hebben. Dan doe je best ook voor om zo te houden. En als er dan mensen komen, het publiek, en dan komen er binnen en zeggen ze, oh, wat is hier mooi schoon. Oh, wat mooi. Wat is de koperboer gepoetst en wat is het allemaal. Dat is, en dat zeg je daar ook een keer. De 60.000 ton zware pompen zijn 6 meter lang en 3 meter hoog en breed. Ik ben oud, maar loop als een trein. Bezoekers noemen me antiek, maar ik vertoon geen rimpels. Je was net of je in een andere tijd terechtkwam. En toen sprak ik met de mensen die hier werkten en die zeiden, ja, maar dit is allemaal nog geen bedrijf. Nou, daar stond ik wel even voor te kijken. Ik sper mijn weidemuilen open, gelijk de wolf. Die wachtend op zijn buit geen dralen kent, niet denkend aan vluchtend lopen, maar al verslindend zijn dorst en honger stuit. Ik ben de waterwolf. Aflevering 2: Mijn wijde muilen. Klep ligt dus weer omhoog. Olieklipje leg ik weg. Ga even olie voorpompen voor de lagers, voorsmering. Mijn personeel kent me van binnen en van buiten. Als je ze midden in de nacht wakker maakt, kunnen ze je zo vertellen wat er moet gebeuren om mij draaiende te houden. En ik? Ik ken mijn papa Heimers net zo goed. En dat is handig, omdat we samen moeten werken. Want? Er gebeurt wel eens een keer wat. Er is een keer koppeling, die zijn blokken, die waren in één keer. En in één keer draaide de pomp niet meer mee. Nou ja, dan zet je hem uit. En we hebben een koppelingsblok naar vooruit liggen. En een uurtje later loopt hij weer. Maar dat is ook nog maar één keer gebeurd of zo. Dat viel nog mee. Dat was het ergste niet. Mijn cilinderkoppen, die zijn ook wel eens lek gegaan. Vroeger vooral. Maar nou ook niet meer. En dat was gewoon zo, ja, dan moest je stoppen en moest je die kopper afdraaien. En dan was het, hier zo, ja, had je ook nog geen goede oorbeschermers. En dan was je, moest je op een motor zitten en dan ging je draaien. Dan werd je met vier pompen, maar dan gauw een kopper af en nieuwe pakking erop. En je zet hem weer op en draaide hem weer. Dat duurde dan 2-3 uur, hoor, was je daarmee bezig. 2,5 uur in mijn dreunende lied, zonder oorkappen. We zaten, dus één zat er bovenop en de ander onder, maar daar waren we ook op elkaar afgestemd. Hoe en wat, wat je precies moet doen. Je wist precies waar die ander voor sleutel moest hebben. Dat klikte. Dat is ook wel mooi, ja. En dan wist je precies waar je elkaar aan moest geven. Dit is Willem Alberts. Nou, ik heb oliepomp en is klaar. Ha! Ik weet nog dat hij hier binnenkwam als jong broekie. Nu alweer 37 jaar geleden. Hij werkte daarvoor als graafmachinist. Een motortje was maar even groter als je een auto hebt. En hier even die grote diesels, brons diesels staan. Dus dat was heel imposant in één keer. Kijk, je ging hele grote dingen eigenlijk aan. Af en toe komen je mensen, dan zie je direct. Daar stroomt het diesel door de aderen. En Willem, dat is er zo eentje.
Hij wist niet wat hij zag. Nee, en anders kijk je onder de motorkap van een auto, dan zie je een heel klein motortje. En hier zie je een heel grote motor in één keer. Als je normaal van een auto hebt, heb je een 2 liter. En dit is één cilinder heeft hier al 14 liter. Van inhoud, zeg maar. Dus dat gaat 6 keer. Ja, en dan kijk je natuurlijk, ja, en imposant heb ik die machines aan. Maar lang de tijd om mij te bekijken kreeg Willem de eerste dag niet. Hij werd gelijk aan het werk gezet. En hij zei, dan moet je hier doorheen lopen. Vertel ik je moet. Nou, dat ging allemaal in vogelvlucht. En toen zei hij van, help collega Piet maar. En dan waren we daar met bestrating bezig. Nou, ik was toen eerder als Willem. En toen werd Willem ook aangenomen. Ja, en ja, we stellen elkaar voor. Maar ja, dat was ook net een klik. Hoe dat was, weet ik niet. Het was goed. Gelijk aan de slag, ja. Ja, we hadden gewoon altijd plezier. Altijd. Dan kom ik jou aankijken en het was, ja, het was goed. Typisch daar. En toen was het klaar. Piet Steenekes en Willem Alberts konden het met elkaar vinden en werden zelfs vrienden. Elke ochtend zag ik de mannen al van verre aankomen. Bij de zomerfiets, altijd op de fiets, hè? En, in de winter, als het hard begint te waaien, dan nam ik de auto mee. Ja, ongeveer, ja. Ja, maar dan is, het wordt weer wat slechter en zo. Maar anders ging ik meestal op de fiets. En nu nog. Dat was vaster. We gingen altijd, we wachten altijd op elkaar even. Oh, hij komt ook aan, ja, van eens. Hij was even eerder of ik, maar nee, we gingen altijd samen erin. Naar de waterwoord toe. Hier leven we met de seizoenen. Elk jaar getijde brengt ander werk met zich mee. Bij het voorjaar dan hebben we zo nu en dan nog wat moeten pompen. En voor de rest doen we wat onderhoud hier, wat klein onderhoud. We zorgen dat de boel netjes is. En dan ga je de zomer, nou, dan begint de gras begint te groeien, dus dan moet je wel gras maaien. We doen de ramen een keer boenen. En we moeten natuurlijk excursies hebben bij hier ook. Er komen zo nu dan wel eens wat toeristen, die willen hier ook in binnen kijken. Nou, dat mag dan ook. Nou, dan in de herfst begint het draaiseizoen weer. En dan is, ja, dat doen we ook weer gewoon wat onderhoud wat we hier dagelijks hebben. En zeg ik, excursies, die gaat meestal het hele jaar, in de winter niet zomaar, in de herfst ook nog wel wat. En dan heb je de winter, is hetzelfde, alleen we hebben geen ijs. Maar anders was het ook nog wel eens heel vroeger. Gingen we, hadden we de sluisbediening en de brug. Dat is nou niet meer zo, dat is in 1995 bij het waterschap weggegaan. Maar anders gingen we daarheen te ijskappen, om die sluisdeuren vrij te houden. Nou, dan heb je de voorjaar weer. Elk seizoen heeft wel wat en de belangrijkste taak blijft goed op mij passen. En daarmee ervoor zorgen dat iedereen in het waterschap droge voeten houdt. En dat doen we samen. Ja, we hebben wel veel geintjes gemaakt, maar ik moet allemaal niet meer vertellen. Want dat wordt me te gerust. Maar we hebben wel, ja, we hebben wel. Ja, we koken ook zelf, hè? Ik kwam als jonge man hier binnen, hè. Dat was een oude gadde. Nou ja, wat is oud? Ondertussen denk ik daar al anders over natuurlijk, maar... Toen was zo, die waren allemaal al 45 jaar en ouder. Dus die waren gewoon hier. Je nam je eigen koffie mee, je nam je eigen brood mee. En klaar. Ik kwam een jongere gadde uit een heel andere wereld. Dus toen zei ik van, we kunnen je toch ook wel even wat warm maken of zo. Dus dan nam ik nam je wat soep mee. Of je al een keer, zei we, nou, we halen een friet op. En zo hing dat. En dat werd natuurlijk steeds meer. Dat op duur hadden wij hier gewoon zelf een vriezer. En daar hadden wij de kan-en-klare maaltijden in. En die kon je dan zo pakken en die maakte je zo klaar. Maar we hebben ook wel gedaan, dan nam ik van huis, daar bel ik morgen normaal van een collega op. Wat neem je mee vandaag? Maar dan nam één zoet mee en ander gehaktband, zeg maar. En zo deden we dat. Nou, dat was ook hartstikke leuk, gezellig. Hè? Dat was gezellig. En soms droeg ik ook mijn steentje bij. Zo sperde ik op een goede dag mijn wijde muilen open. Het kanaal is dan dicht van ijs, maar voor die gemal, daar komt een opening van ijs, door die stroming.
En wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Maar we kregen daar zo'n massaal snoepbaan voor die hekken. Het begon met een handvol. Nou, dat gebeurde wel vaker. Ik zeg, wil me zitten, ik heb er een. Ik zeg, maak de paan maar weer klaar. Ik zeg, zal me ook even straks in slag. Ja, ze wil mezelf in boter in de paan gooien. En midden in de nacht om 1 uur, 2 uur. Dan de paan aan en dan had ik die vis alweer klaargemaakt. En dan nou, snoekbaar. Oh, heerlijk. Heerlijk. De snoekbaar, dat is ook wel zo lekker. Dit. Prachtig. Maar na die paar snoepbaarsen kwamen er nog meer en meer. Ik was de hele nacht met een hark, hupsie, weer een snoepbaars. En op die uur hebben twee kruiwagen vol. Er was zeker een kolonie van vissen of zo, dat weet ik niet. Die kwamen aandrijven en ze konden niet weer terug. Door die massale aantrekking kreeg van die gemaal. Ze bleven allemaal voor die hekken zitten. En ik had de hele nacht druk om al die snoekbaan omhoog te halen. Nou, ik denk van wel van 2 kruiwagen voor. Voor die hele mooie dikke snoekbaan. Binnen, in de kantine, rook het ondertussen sterker naar frituurvet dan naar diesel. Nou, dat moet je maar zien. Dat was de paan niet koud. Hup, zit er weer in hem. Peper erop en viskruiden erop en dan hupsie, maar weer bakken. In de kelder hebben we daar zo'n stel staan en dan hupsie, dan maar weer op. Oh, wat een prachtige tijd. Een prachtige tijd. Iedereen die ging met een pan voor snoepbaan ging naar huis toe. Dat is nog nooit gebeurd. Dus je mag wel zeggen, dat vond ik wel zo leuk, hè, daar. Ben je benieuwd hoe mijn pompen werken en klinken? Luister dan naar aflevering 3 van de podcast Ik ben de Waterwolf. En ben je nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lammerburen in de provincie Groningen. Wie weet vind je er nog een dikke snoekbaars. Hupsie, weer een snoekbaars. Luister je deze podcast en dacht je, kon minder? Laat dan een reactie achter. Dan is de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. En dat is dan weer mooi meegenomen. Dit is De Waterwolf is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En ingesproken door Klaas-Jan Bos.